is het elftal van de week. Als zat je met je vriendin op de bank Notting Hill zitten kijken. Net Inspector Gadget, hè? Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dat is gewoon mooi. Het is zo'n romcom. Van Suleiman en Jarno. Het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Uiteraard heeft iedereen de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC gezien. Maar buiten de grenzen van Nederland werd er nog veel meer gevoetbald. En dat gaan we bespreken met niemand minder dan Suleiman Öztürk. Suleiman, een tijdje geleden dat we samen hebben gezeten. Sowieso in deze setting. Die is nieuw. Mag ik iets vragen of niet? Ja? Is dit met een automatische schakelaar? Dit is AI geleid? Als jouw mooie stem klinkt, dan gaat hij naar jou toe. En als mijn stem klinkt, dan gaat hij naar mij toe. Dat klopt deels, ja. Oké. Wat vind je ervan? Ruk. Ruk? Ja. Oké, nou gaan we door. Zullen we beginnen met de doelman? Want dat is Muric van Burnley. Die kennen we overigens nog uit de Nederlandse competitie. Nou, kennen is een groot woord, maar... Één wedstrijd voor NAC, 14 voor Willem II. Ja. Onuitwisbare indruk. Maar ik heb hem vooral geselecteerd. Natuurlijk Burnley wint met 4-1 van Sheffield United. Zeer belangrijke overwinning. Ook voor Arjenet Muric. Persoonlijke overwinning heb ik het dan over. Omdat hij vorige week in het nieuws kwam met een nogal... lullig moment. Heel lullig moment. Een terugspeelbal die onder zijn voet doorgaat. En ja, dan word je als keeper natuurlijk op de korrel genomen. In de mangel genomen. Hoe je het wil zeggen. En dan vind ik het wel des te leuker. Dat Vincent Kompany, die natuurlijk in een bepaalde stijl vorig jaar de championship heeft kapot gespeeld, die promoveert naar de Premier League. En ja, met die stijl kun je nooit erin blijven. Dat is dan de kritiek die hij vanaf speeldag 1 krijgt. En vanaf speeldag 1, maar hier ook op doel staat, we hebben natuurlijk ook in een andere doelman van Burnley al besproken. Maar hun stijl, en vooral Kompany, is wel trouw aan zijn manier van voetballen. En dat vind ik wel mooi om te zien. Doel je dan op de positie van de doelman tijdens de opbouw? Nou, de positie van alle spelers, maar gewoon de manier waarop zij voetballen. En inderdaad ook, Muric staat grotendeels op 19, 20 meter van zijn eigen doellijn. Als een soort centrale verdediger, of als een echt extra centrale verdediger. De begint de opbouw bij hem. En dat is wel grappig om te zien. De doelman van FC Magdeburg, weet ik, staat ook zo ver voor zijn goal. De sweeperkeeper. De sweeperkeeper. Maar dit is wel in een extreme vorm. Hè? En bij Schalke 04 had je, of nee, bij HSV had je ook zo'n doelman jaren geleden. Maar Ederson doet het natuurlijk ook regelmatig. Je ziet het Verbrugge bij Brighton ook doen. Onana zie je het bij United ook doen. Maar ik vond dit bij Burnley tegen Sheffield United, moet je er wel bij zeggen, natuurlijk dat je wat meer ruimte krijgt misschien om te voetballen, dat je ook hoger staat op het veld. Maar Arjenet Muric, 10 reddingen moet ik doen. Dat is keurig. Een paar hele fraaie. Eén uit de bovenhoek. Maar ja, ik vond vooral die laag. Want dan blijft die ook echt laag. Ja. Ik denk dat dit wel een goede doelman is. Hij is 25 jaar. International natuurlijk van Kosovo. Jaren in de jeugd van City gezeten. Daarom kent denk ik Kompany hem ook wel goed. Maar hij past perfect bij de trainer Kompany. Die natuurlijk in zijn hoofd heeft zitten hoe voetbal gespeeld moet worden. Alleen dan moet je dan met mindere spelers uitvoeren dan bij City. Want hij wil het Guardiola voetbal brengen. Want daar is hij natuurlijk sterk door beïnvloed. Maar je ziet wel direct... dit is de trainer Kompany. Dat zie je al aan zijn nummer 1, aan Muric zie je dat al. En dat vind ik dan leuk om te zien. En ik vind het ook mooi dat hij trouw blijft aan zo'n jongen. Ook na zo'n blunder. Want het is vaak na dat soort fouten dat trainers natuurlijk vanuit de media de vragen krijgen. En dan ga je toch twijfelen. Zal ik hem wel of niet laten staan? Je bent in een degradatiestrijd verwikkeld. En Burnley kan er natuurlijk nog in blijven, mocht het echt meezitten. Ik ben ook trots op jou, vind ik. Hoor. Want jij houdt ook gewoon niet alleen... Jij kijkt niet alleen maar naar wat je afgelopen weekend hebt gezien. Jij kijkt ook naar het grote plaatje. Je neemt alles mee. Dus ik moet zeggen, ik ben ook trots op jou, Suli. Dankjewel. Maar dat doe ik al jaren. Het valt jou misschien niet op. Maar of het begint jou nu pas op te vallen dat ik het doe. Maar ja, inderdaad. Het totale plaatje neem ik mee. En daarom zeg ik ook, ik heb een holistische benadering. Mooi zeg. Ook van het elftal. Prachtig. Ja. Cijfer voor Muric. Een 9. Dan gaan we naar Lucas Vázquez. Veroorzaakt een strafschop, geeft een assist en maakt een doelpunt. Ja, dan sta je in de elfte van de week. Maar vond jij Lucas Vázquez niet heel goed spelen? Ja, maar ik heb nog iemand gezien die ik heel goed vond spelen. Maar goed, ik heb heel veel mensen gezien die ik heel goed vond spelen. Wie vond jij heel goed spelen? Ja, ik geniet altijd van Valverde. Ik vind dat zo'n onderschatte speler. Echt niet normaal. Wat een machine, weet je. En niet alleen aan de bal, maar vooral ook zonder bal. Wat hij aan meet. Ik ben echt wel benieuwd naar hoeveel kilometer hij bijvoorbeeld heeft afgelegd. Want ik ben er echt van onderin. Kwaliteit aan de bal leveren. En daarnaast ook nog heel veel leveren voor het hele team. Ja, dat is echt een dienende teamspeler. Rechtsbuiten, rechtsback, middenvelder. En ook nog eens heel goed kunnen voetballen. Die combinatie, precies, is natuurlijk bij Real Madrid wel opvallend. Dat
Want als je gaat kijken naar het elftal aan zich, Lucas Vázquez is natuurlijk geen rechtsback van origine. Die is daar terechtgekomen omdat ze ooit een keer problemen kregen op de rechtsbackpositie. En toen bleek hij best een oké rechtsback te zijn met aanvallende impulsen. En als dan Carvajal niet kan spelen, is Lucas Vázquez een meer dan waardig vervanger. Maar Tchouaméni, die heeft natuurlijk ook al een paar maanden geleden gezegd, ik ambieer absoluut geen plek centrale achterin. Maar centrale achterin is stiekem best wel heel goed, weet je wel, op zijn manier dan. Omdat hij ook voetbal natuurlijk gewend is om aan de bal slimme keuzes te maken. Dat is zijn beroep. En ook nog eens de restverdediging gaat houden als controleur. Linksback stond Camavinga. Dus je hebt Lucas Vázquez, Tchouaméni en Camavinga. Dat zijn drie middenvelders die achterin staan. Klopt. Plus Rudiger. Ja, plus een rechtsbuiten die een middenvelder is. Ja, dus Ancelotti wil alleen maar met middenvelders voetballen. Nou ja, je zou denken dat het een tactische revolutionair is. Nou, dat is hij toch ook wel een beetje met de dubbele linksbuiten. Ja, de tactische fonds. Ik moet wel zeggen, die tactische fonds werd wel al dagenlang aangekondigd in de media. En ik las dan in diezelfde media dat Pep Guardiola verrast was door tactische fonds van Ancelotti. Totale onzin. Want dat wist hij al lang. Alleen het weten... Had hij niet direct een goed antwoord op. Zeker in de eerste wedstrijd niet. Ik denk wel dat Pep Guardiola daar een antwoord op had. Alleen de uitvoering was niet goed genoeg. En het is ook nog eens zo... dat Real Madrid een elftal heeft. En dat begrijp ik niet verkeerd, maar waar het geluk een klein beetje aan de kont hangt. Die kwaliteiten die heb je en die neem je dan mee het veld in. En dan kan je het geluk ook een beetje jouw kant opvallen. Want Lucas Vázquez geeft die bal op Bellingham en die trapt die geweldig binnen. En als Jude Bellingham daar niet had gestaan. En een andere speler was daar aankomen lopen, had hij misschien tegen de paal geschoten of zo. En Jude Bellingham schiet hem dan binnen. Maar het is ook wel een klein beetje geluk hoe die bal valt. Weet je wel. Dat is ook een beetje de overtuiging van zo'n voorzet geven. Wetende ook dat je zoveel kwaliteit om je heen hebt. Dat die ook goed zou kunnen vallen. Want uiteindelijk is het zo. Je zegt wel geluk aan de kont hangen. Maar uiteindelijk, ja, toeval in het voetbal bestaat uiteindelijk wel een klein beetje. Maar bij Real Madrid niet zo. Nou, kijk, Real Madrid is wel een interessant elftal. Omdat natuurlijk... Omdat Ancelotti, en dat vond ik ook een geweldig moment tijdens Clasico. Zijn zoon die is natuurlijk ietsjes drukker dan Ancelotti. En zij maken een doelpunt. En die zoon gaat, die is blij. En die trekt pa, dus Carlo, aan zijn, hoe noem je dit? Bij zijn nekvel. En die schudt hem een beetje door elkaar. Maar hij reageert helemaal niet. Hij draait zich om en hij zegt tegen, ik dacht dat Camavinga was wat hij beter moest doen. Totale kalmte, ook in die drukte in Bernabeu met zo'n Clasico. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ook terwijl zijn zoon hem door elkaar schudt. Tijdens de Champions League was hij ook heel kalm. Ja, maar je ziet wel, Pieter heeft daar onlangs, Pieter Zwart, op VI Pro een artikel over geschreven. Nou, ik geloof dat in de VI binnenkort ook een artikel staat over wat de uitstraling van Ancelotti is. Hè, dat hij tegen die speler zegt succes. Maar we weten allemaal natuurlijk op de achtergrond... De technische staf die zo heeft samengesteld. Ik bedoel, er is bijna geen ploeg beter in het in de standsituatie. Omdat zij natuurlijk gewoon daar actief op trainen. Kroos, we hebben het kunnen zien bij de nationale ploeg. Die spelers zijn ook onderling heel erg bezig met hoe kunnen we een tegenstander verrassen. Daar zijn ze zelf al mee bezig. Dus, nou, met die aftrap bijvoorbeeld. Met die aftrap. Maar daar zijn ze bij Real zelf ook mee bezig. Hoe kunnen we een tegenstander verrassen bij hoekschoppen? Real Madrid domineert. Oké, dat moeten we accepteren. Hoe maakt het zo moeilijk mogelijk? Ja, moet toch ook wel deels uit de spelersgroep komen. Je kan er niet alleen maar, laat maar zeggen, de set piece coach, weet je, die heb je dan natuurlijk. En spelers moeten een rol hebben. Belangrijk, maar ik vind dat spelers daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in moeten pakken. Ja, wat je wel ziet, bijvoorbeeld, en je ziet dan de gemiddelde leeftijd van sommige elftallen, daar schrik je dan van, hè, en daar heb je in Nederland een voorbeeld van, maar ook in het buitenland. Maar je had natuurlijk voorheen, ja, Casemiro zien we nu bij United. Maar daar staat zoveel jeugd omheen en zoveel onverantwoordelijke spelers. Maar bij Real zie je heel veel verantwoordelijkheid vanuit de spelersgroep zelf. Zo'n Federico Valverde maakt al best wel lang deel uit van Real Madrid. Hij is pas 25, maar hij speelt er ook al 5, 6 jaar. De eerste jaren was hij totaal onder de indruk van Kroos, Modric en Casemiro. Je bent reserve. Ben je bereid te leren? Ja, dat was hij, Valverde. En dan langzaamaan neemt hij een stokje over.
Modric en Kroos, daar kun je zoveel van leren als je daarnaar kijkt, als je ermee traint. En dat zie je, dat het stokje is overgegeven door de Benzema en Casemiro's van deze wereld. Ronaldo natuurlijk, Cristiano Ronaldo voor. Zijn professionaliteit, manier van trainen, ernst, voor en na wedstrijden. Hoe bereid je voor op wedstrijden, mentaal en fysiek. Dat hebben al die jongens, Vinicius Junior, allemaal overgenomen. En die zijn en die hebben het op een relatief jonge leeftijd geleerd. En dus je hebt nu een vrij jonge elftal, wat zeer professioneel is en wat met Ancelotti als trainer, en Ancelotti geeft heel veel verantwoordelijkheid aan ze, maar zij kunnen die verantwoordelijkheid ook aan, ook op die leeftijd. En dat is mooi om te zien, dat zo'n elftal zichzelf lijkt, het lijkt wel een zelfbesturende auto, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zit iemand aan de knoppen. Nee, het is een elftal dat goed voorbereid wordt, maar uiteindelijk in bepaalde situaties zelfredzaam is. Ja, en dat heeft ook te maken met volwassen spelers. Ook Jude Bellingham, die net uit een ei is gekropen qua leeftijd, 20 jaar pas. Ja, maar die loopt toch over het veld als de grote patroon. En volgens mij heeft hij voor alle situaties heeft hij ook nog eens een keer een oplossing. Het is echt, buiten het feit dat hij extreem getalenteerd is. En goed kan spreken. Ja, zeker. Absoluut. Maar ook iemand die die situatie snel herkent. Het lijkt een hele ervaren speler als je hem bekijkt. Is hij ook wel, want hij speelt vanaf zijn 16e al profvoetbal. Ja, dus hij is ook al een paar seizoenen bezig. Maar ja, pas zijn eerste jaar bij Real Madrid. En als dit je eerste jaar is, met al die doelpunten en al die beslissingen in de eindfase. En we gaan het er straks denk ik wel even over hebben, want ik wil het er eigenlijk wel over hebben. De inrichting van het middenveld van de nationale ploeg van Engeland. Maar Jude Bellingham is door Carlo Ancelotti naar voren geschoven als nummer 10. En als een nieuw soort nummer 10, want het is niet echt een nummer 10 natuurlijk. Hij start op de 10 positie en vervolgens zoekt hij zijn ruimtes op. Ja. Maar ja, is het de nummer 10 of is het de nummer 8? Of kan je hem ook als controleur? Want ik denk dat hij als controleur ook gewoon prima kan voetballen. Nou ja, zeker. Dat twijfel ik niet eens. Sterker nog, Tchouaméni staat nu centraal achter. En ik denk dat als Ancelotti daar zit, dan regelt hij dat ook. Ja, precies. Hij kan dus heel veel. Dus hij staat nu op 10, omdat het voor het elftal het prettigste is. Omdat hij scoort wel heel makkelijk. Ja. En hij voegt wel echt heel veel toe. Power en dynamiek, spelintelligentie, maar ook doelpunten, assist. En je als tegenstander moet je daar toch rekening mee houden met, dat, met Jude Bellingham die overal tussendoor loopt. Ja, wie pakt hem op? Ja, dat is de grote vraag. En daar had City niet echt ook antwoord op. Ja, City domineerde Real wel. En had van de 10 keer en misschien 6 keer gewonnen. Alleen ja, toevallig dit twee luik niet. En dan weer de Champions League niet. Klopt. Maar goed, we hebben het over Lucas Vázquez. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden in de Clásico? Een 9. En de Federico Valverde ook een 9. Omdat jij, ik vond jouw verhaal overtuigend. En ja, die is al weken echt top. Dankjewel. Ja. Dan gaan we naar Ozan Kabak. Ja, die vond ik echt heel goed spelen. Tegen los van zijn doelpunt, hè? Ja. Kan die man passing, is dat zijn sterkste kwaliteit? Dit is een jongen die op hele jonge leeftijd is doorgebroken bij Galatasaray. En toen heb ik hem geïntroduceerd als de Turkse Matthijs de Ligt. Ja, hij speelt nu bij Hoffenheim centraal achterin. Een van de 3 centrale verdedigers. Ja, wat ik tegen Gladbach was hij echt heel sterk. Want jij hebt het over zijn passing, die viel inderdaad op. En als hij ook nog goed gaat passen, plus nog, hij is natuurlijk wel fysiek een atleet. En iemand die geweldige duels uitvocht met Robin Hak. Daar komen we zo op. Misschien staat hij wel in je elftal. Ja, misschien wel. Maar Ozan Kabak van achteruit bij Hoffenheim. Inderdaad, die passing. Bijna elke paas goed. Geweldige goal gemaakt. Maar ook het doordekken tot ver op de helft van de tegenstander. Want Hoffenheim is wel een interessant elftal. Ik bedoel, Wout Weghorst speelt u natuurlijk. Ja. Maar die hebben wel interessante trainen met Pellegrino Matarazzo. En 3 centrale verdedigers. Hoog op het veld druk zetten. Ik vond het leuk om te zien. En ik volg hem. Ja, ik volg veel Turkse internationals gewoon omdat ik het interessant vind om te kijken hun ontwikkeling te zien. Maar pas 24 jaar. Veel kritiek geweest in Turkije soms op zijn. Dan maait hij weer een keer over een bal heen. Maar als hij geconcentreerd is en een trainer heeft die zijn op een sterke punt benut, dan is het echt een geweldige verdediger. Absoluut. Ik trouwens over Turkse voetbal gesproken. Ik was vorige week vrijdag even bij de jeugd van ADO Den Haag gaan kijken. Mm-hmm. Daar speelt een jeugd international van Turkije. Mm-hmm. Een aanvaller. Moet even in de gaten houden. Ja. Volgens mij in de onder 18 en hij zou nog in de onder 17 mogen. Goeie speler. Ik heb maar korte training gezien, maar die momenten waren al genoeg. Mooie speler om naar te kijken. Maar goed, we hebben het nu over Kabak. Cijfer voor Kabak. Ozan Kabak, een 9. Een 9. Dan gaan we naar Miguel Gutierrez van Girona. Girona schrijft geschiedenis, heeft Europees voetbal, kan zelfs nog de Champions League halen. Nou, zelfs nog, die halen het. Die halen ze, halen Champions League. Los van het feit, hij maakte heel veel indruk. Ik vind sowieso de beweging, de patronen van het spel, vind ik echt indrukwekkend. Ja. Want op het moment dat die bal van achteruit tussen de linies gespeeld wordt, waarin Blind natuurlijk een cruciale rol speelt, ja, is hij belangrijk. Maar weet je wie mij ook opviel? Nee. Dat is Savio. Ja.
Oh. Ja, Savio. Ik zat echt te twijfelen. Wie van de drie ga je kiezen? Nou, normaal gesproken, omdat we een Nederlands medium zijn. Ja, ik ben eigenlijk achterlijk dat ik niet Deli Blind kies. Want ja, Deli Blind, klikken. Weet je, mensen moeten klikken. Vlekkeloos, hè, volgens de Spaanse media. Vlekkeloos. Ja, maar we hebben het al heel vaak gehad over Deli Blind. En deze jongen speelt natuurlijk naast Deli Blind aan de linkerkant. En dat is wel prettig. Maar heel Girona, laten we het over Mikel Gutierrez hebben. Die assist vond ik geweldig, die hij geeft met zijn hak. Waanzin. Wat je ook ziet is dat Deli Blind, die stuurt hem ook een beetje binnen buitenkant. En dat, ja, de passingpatronen, het is jammer dat we dat niet achter elkaar kunnen zetten met 5 plaatjes. Maar het gaat bij Girona soms zo snel dat je toch echt terug moet kijken om te kijken. Oh, wat grappig gevonden. Dit is wel echt een patroon wat ze kennelijk vaker hebben getraind. En dat geoefend. Zie je ook, want je ziet 4 spelers tegelijk bewegen. Ja, je ziet reageren op de bal, maar dan is het echt een patroon. Ja, je ziet dus heel vaak van die basketbalpatronen lijkt het wel. En daarom is Michel, de trainer van Girona, die dit voor elkaar krijgt met deze ploeg, is wel echt interessant om in de gaten te houden. Zijn volgende stap ook als trainer. We hebben natuurlijk Xabi Alonso bij Leverkusen. Maar Michel is ook een trainer om in de gaten te houden. En er komen natuurlijk wel een aantal clubs vrij. Ook in Spanje wellicht. Wel zeker trouwens, Barcelona. En dan gaat Barcelona niet heel snel een trainer van Girona nemen. Want dat is een beetje beneden je stand. Daar hoop ik stiekem nog steeds op de Zerbi. Bij Barcelona. En dat hij dan weer naar Brighton zou gaan. Ja, maar er zijn heel veel interessante jonge trainers op dit moment. En de Zerbi is natuurlijk iemand die al het een en ander heeft verwezen, maar bij Brighton in de mode is geraakt. En bij Bayern München zit nu een directeur, Max Eberle, die is helemaal wild van Roberto de Zerbi. Alleen hij moet de rest van de club nog proberen te overtuigen. Want je haalt met Roberto de Zerbi wel iemand binnen die na 8 nederlagen zegt, maar het is toch genieten, man, hoe wij opbouwen. Weet je wel? Dat is toch mooi? Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. Maar bij München zijn ze wel gewend om te winnen. En ze willen niet nog een keer afgetroefd worden door Bayer Leverkusen. Klopt, maar één voordeel. Ik zie de Zerbi niet op een skateboard naar het complex komen. Nou, dan ken jij Roberto de Zerbi helemaal niet. Oh, vertel. Ja, dat is een vervent skateboarder. Nou, maar het is wel leuk om dat in de gaten te houden. En ook die trainerscarousel. Want dat gaat natuurlijk de komende weken en maanden gaat dat natuurlijk wel het een en ander schuiven. Ja, ik ben in dat schuiven. Uiteindelijk komen ook Nederlanders aan bod. Je hebt, laat me zeggen, de topnamen. Laat me zeggen, de echte, absoluut. Ja. Nou goed, Xabi Alonso blijft dan. Dat is dan denk ik de absolute, de grootste naam, laat me zeggen. Als je dat was van plan A van 3 clubs. Precies. Ja. Maar er gaat straks iets gebeuren. En uiteindelijk komen de Nederlanders ook om de hoek zetten. Welke Nederlanders? Ten Hag, Slot, misschien Bos. Nou, Ten Hag gaat, er gaat op een gegeven moment een bericht komen na de laatste wedstrijd, 2 dagen daarna, dat Erik Ten Hag en Manchester United in goed onderling overleg hebben besloten. Dat klopt, en dan krijgt hij in Duitsland weer een nieuwe kans. Sluit ik niet uit, hoor. Dat zou heel goed kunnen, maar dat is in de toekomst kijken. Maar dat kan jij ook, toch? Maar ik denk niet dat Bayern München bij Ten Hag gaat uitkomen. Ik zou het wel een interessante stap vinden. Ja, voor hem persoonlijk is dat een interessante stap. Ik geloof daar nu op dit moment niet in. Als je ziet dat Bayern München heeft eerst Xabi Alonso proberen te verleiden. Nou, dat is niet gelukt. Daarna Julian Nagelsmann. Uiteindelijk kom je steeds lager op je lijstje terecht. Maar Tuchel gaat uiteindelijk echt niet verlengen. Want ze gaan na de zomer afscheid nemen. En stel dat ze bij niemand uitkomen en ze bieden hem alsnog een contract aan. Duitsers zijn over het algemeen trots. Maar dit is een zeer trotse Duitser. Thomas Tuchel zou zomaar de opvolger kunnen worden van Erik ten Hag bij Manchester United. Ja, hebben we een wissel. En Zidane is natuurlijk ook iemand die regelmatig... de naam valt natuurlijk regelmatig. Er komt ook een EK aan. En ja, plekken voor bondscoaches. Met landen die in de groepsfase worden uitgeschakeld. Ik denk dat Zidane al 2 jaar hoopt op de Franse nationale ploeg. Alleen ja, Didier Deschamps die heeft dan altijd op een eindronde toch wel succes. Want een finale halen op een WK en dan daarin verliezen van Argentinië. Ja, dat is geen reden voor ontslag. Maar goed, nu draven we heel erg door. Precies, we hebben over Gutierrez hem gewoon een cijfer geven. Want in de komende periode verwacht ik sowieso nog meer spelers van Girona in jouw elftal. Als ik zie wat ze dit keer op de mat hebben gelegd, nou ja, tegen Cadiz. Maar Savio is inderdaad goed. En Deli Blind, daar moeten we het toch wel over hebben. Want die basis van hem. En hij heeft daar natuurlijk zelf ook wel eens in een podcast over verteld. Maar hij heeft daar een studie van gemaakt, hè, dat Pasen. En als het in interviews gaat ook vaak over zijn hartprobleem natuurlijk. En dat hij dat heeft overwonnen. En dat is natuurlijk ook mentale strijd geweest. Maar die timing van zijn inspeelpaas richting het middenveld, dat is wel echt...
de top van de top. Hè. Als je het hebt over topsport en voetbal bestaat ook uit heel veel onderdelen. Maar de timing van zijn passes is wel echt is wereldtop. Nou, als je het daar nou over hebt, hè, los van een verdediger moet je over het algemeen op meerdere aspecten beoordelen. Maar als je nou alleen als passer de passing van een centrale verdediger, is hij dan de beste wereld? Zo, dat is een lastige vraag, zeg. Ja, dat is een lastige vraag, maar ik weet ook niet zo in 1, 2, 3 een speler die het beter Ik denk dat Roberto Serbi alle wedstrijden van Deli Blind F5't en dan gewoon nog een keer kijkt. En dat hij het zo leuk vindt. Maar ja, zo werkt voetbal natuurlijk niet. Maar hij is wel een stukje beter dan Van Hekken hierin. Klopt, zelfs beter dan Dunk. En zelfs beter dan Dunk. En dat zijn fenomenen bij Brighton. Hè? Dat weten jij en ik ook. Dat weet ik. Nou, maar jij stelt die vraag. Maar dat is wel een interessante vraag. Maar daar ben ik niet op voorbereid. Maar noem eens twee andere namen die hier heel sterk in zijn. Kim, maar dat is anders. Vind ik een ander niveau. Die is op de andere aspecten is die veel beter. Ja, maar, en die is maar Kim completer. Doet het niet op die manier. Ja, ja precies. Ja, die valt op omdat hij als sterke grote gast ook goed kan pasen. Met Daily Blind, als je die gaat... Hè, als je die gaat hoe noem je dat? Extra poleren. Wauw, mooi woord. Als je hem gewoon uit de situatie van de context trekt en hem gewoon los ziet als paser, dan zijn er weinig beter op aarde. Goed scrabblewoord trouwens. Extra poleren. Ja, ik denk dat het niet eens een bestaand woord is hoor. Maar we worden vast verbeterd door die ene luisteraar die wel goed Nederlands spreekt. Precies. Gutierrez, cijfer. Oh ja, een 9. Een 9. Dan gaan we naar de middenvelders en dan beginnen we met Eberhardje Eze. Waanzinnige goal, maar sowieso ongrijpbaar. Echt ja. Ongrijpbaar. Ja. Ja, een aantal jaar geleden kwam hij natuurlijk bij Crystal Palace op. En toen hadden we het er al over dat hij een ontsnappingskunstenaar was in een kleine ruimte. En dat is hij nog steeds. En hij ontwikkelt zich. Hij kan als middenvelder spelen, als buitenspeler. En nu ze een nieuwe trainer hebben in Crystal Palace. En de structuur is en duidelijkheid is. En ook een manier van spelen. Dus zie je wel direct dat het goede voetballers... binnen die structuur direct beginnen op te vallen. Olise aan de rechterkant die nu... Olise is helemaal heel anders. Maar Eze aan de linkerkant en dan Mateta in de spits. En dan twee middenvelders er nog achter. Maar het staat goed, dat raamwerk. En binnen dat raamwerk heeft Eze veel vrijheid. En om soms de bal te halen bij een centrale verdediger aan de rechterkant. Of weg te blijven en een actie aan te gaan. Hij kan goed geweldig dribbelen. Doelgericht is hij. Hebben die paas dat assistje gezien? Ja, ook dus het is echt... Benen. Het is een speler die 70, 80 miljoen euro waard is in de huidige markt, in de Premier League. Maar waar dan? Want bij City zie ik hem niet spelen. Nou, maar City heeft natuurlijk al een bod gedaan op Olise voor aan de rechterkant. Omdat hij natuurlijk wel, Olise heeft net als elke voetballer een bepaalde kwaliteit heeft. Olise dat ook met zijn linkerpoot naar binnen. En die kan ook al die ballen à la Beckham neerleggen. Maar Eze is een apart geval. En waar dan? Dat is een goede vraag. City zie ik niet. Jij wel? Nee, ik ook niet. Maar City kan niet iedereen kopen. Als je gaat kijken naar spelers en talenten en onder een bepaalde leeftijd, is Eze, het staat in de top 10 van de spelers die je moet hebben en die niet in de top meedraaien. Als hij fit is en als deze drie jongens fit blijven bij Crystal Palace, dan is het helemaal niet leuk om tegen Crystal Palace te spelen. Ook wel spelen die je wel eens live in actie willen zien. Wiert heb ik, jij ook. We hebben samen naar Wiert zitten kijken. Nou, dat is echt een genot. Maar ik zou Eze ook wel eens live in actie willen zien. Oké. Okay, nou. Dus misschien oproep aan V-Travel. Jim Beers, de nieuwe spits van IJsselmeervogels. Ik hoop dat hij luistert. Ja. Dan kan nog geregeld worden. Zullen we Eze een cijfer geven? Of wil je nog een 9? Een 9. Dan gaan we naar Robin Hack. Want we hebben hem net al besproken. Hij verloor weliswaar. Maar was wel met 3 doelpunten heel belangrijk voor zijn ploeg. Ja, als je het hebt over... Jij hebt het over Federico Valverde en energie. Ik heb toch een paar keer het beeld stil moeten zetten... of het wel Robin Hack is. Goede loopacties. Daar doel je denk ik. Ja, het is gewoon bewegelijkheid. En hoeveel meter veld hij bestrijkt als tweede spits. Want hij staat op papier. Staat hij in de spits. Maar Hoffenheim speelt zodanig modern voetbal dat Robin Hack overal staat. En dat vond ik wel leuk om te zien. En dat je dan ook nog 3 goals maakt. En Robin Hack vind ik ook een mooie naam. Is ook een reden om te selecteren. Mensen denken, je bent gek. Hij zit bij Gladbach, hè? Niet bij Hoffenheim. Hij speelde bij Gladbach. Ja. Hij speelde tegen Hoffenheim. Ja, maar Gladbach speelt ook een... Absoluut, speelt ook zeker. Op een goede manier voetbal. Alleen daar pakken ze niet de punten. Maar ik vond Hoffenheim Gladbach, het stond lang 0-0.
En daarvoor voor de goals, want je denkt wel, ik heb gekozen voor de goals. Maar ik vond Robin Hack echt goed spelen. Het is een wat minder bekende speler voor mij dan. Ik heb Robin Hack niet zo op het oog dat ik denk, ja, ik kijk elke week Robin Hack. Maar die 3-3, ik weet zeker dat jij als liefhebber, jij houdt daarvan. Want dat is eigenlijk een keuze die niet heel gebruikelijk is. Zou het misgaan, dan gaat het 11 tot een keer. Want dan zeggen ze allemaal dat ze voor moeten geven. Maar juist dat een beetje recalcitrante, zul ik het wel noemen. Dat kan jij wel waarderen. Ja, ik vond ook de reactie van de commentator. Die zei, wat doet hij nou weer? Ja, dat kun je van hem verwachten. Ja. Oké, top, ja. Maar jij houdt daarvan, hè? Jij niet dan? Nou, maar puur naar de karakters die we allebei zijn. Ja. Ja, dan denk ik dat bij jou meer aanspreekt. Ik vind wel dwarsige personen, als ze het binnen het gareel blijven en weten tot waar ze kunnen gaan. Dat kon ik vroeger heel goed. Ja, nog steeds trouwens. Nog steeds goed. Ik word eigenlijk nooit, hoe zeg je dat? Er worden mensen nooit echt boos op mij. Terwijl ik best wel dingen doe die misschien niet helemaal door de beugel kunnen, weet je wel? Die grens opzoeken vond ik vroeger ook als jongetje altijd heel leuk. Ik ben één keer boos op jou geworden, dat weet je. Ja, je bent één keer heel boos op mij geworden. Maar zelfs toen barst ik een lach uit. Ja, jeetje, moet je hem nou zien, joh. Ja, maar het was boos echt gevaarlijk wat je deed. Ja, ik schoot een bal dwars door het pand heen, zo op jouw hoofd, geloof ik. Ja, dat is echt gevaarlijk. Ja, 10 minuten later moest ik roken. Moest op dat moment eventjes, hè? Ja. Maar dat is, weet je, een korte emotie. Dat hoort er ook bij, vind je niet? Ja. Oké. Robin Hack, cijfer. Een 9. 9. Dan gaan we naar Declan Rice. Je had het net al over het middenveld van Engeland. Hij is natuurlijk van grote waarde voor Arsenal. Zo ook tegen de compacte organisatie van Wolves. Ja. Want daar kunnen we, ja, we kunnen toch wel stellen dat die zeer compact stonden. Arsenal won uiteindelijk met 2-0. Maar dan zie je wel dat eigenlijk in het begin van elke aanval, dat hij altijd een rol heeft. We zitten hier trouwens met allemaal fruitvliegers om ons heen. Echt top. Dat hij bij iedere aanval een rol heeft. Ja. Ja, kijk, Arsenal wint dan met 2-0 van de Wolves. En het was niet heel spectaculair. Maar als je gaat focussen op Declan Rice, dan zie je wel dat achter elke stap bijna een gedachte zit. Oké, ik moet nu even iets meer naar achter blijven, want onze rechtsback is mee naar voren. Weet je wel? En dat continu in de gaten hebben. Ook het loopje zetten waardoor iemand anders achter hem vrijkomt. Ja, hij is heel bewust van wat er om hem heen gebeurt en moet gebeuren. En dat is een tactische intelligentie, kun je dat noemen. Aan de bal, prima. Ik bedoel, dat heeft hij bij West Ham ook bewezen. Hij kan als 8 spelen, als 6 spelen, zelfs als 10 spelen, als het moet. Ja. En hij heeft natuurlijk tijd nodig gehad om te wennen aan Ødegaard. Ook aan Kai Havertz, die ook een bijzondere rol heeft natuurlijk bij Arsenal. Dan speelt Gabriel Jesus in de spits. Dat is weer een ander soort spits dan als Kai Havertz verder naar voren speelt. En zo heb je elke keer wel een aanpassing te maken. Maar hij is wel een stabiele factor daar als nummer 6. En ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld voor hem betaald. Thomas Tuchel wilde natuurlijk ook naar Bayern München halen. En iedereen wil Declan Rice hebben om die reden. Omdat hij natuurlijk zo ongelooflijk veel tactische intelligentie toevoegt aan een elftal, gecombineerd met die spelers en die trainer. Ja, heb je een speler die wedstrijden voor je wint. En dat zie je terug. Het is zo belangrijk dat je zo'n speler, als je dan het vergelijk maakt met Xhaka bij Leverkusen, dat is heel dynamisch. Dus iedereen wisselt van positie en dan heb je een paar eigenlijk stabiele factoren nodig. En daar is hij er één van. Ja. Hij dan bij Arsenal, Xhaka bij Leverkusen. Ja. Bij Arsenal zie je ook dat alles in beweging is en dat hij de constante factor is. Ja, ja, precies. Een soort scharnier. Punt. Ja. En ja, daar kom ik dus op, want Cole Palmer, hè, die is nu topscorer van de Premier League. En die speelt eigenlijk de Premier League op een hoopje. In zijn eerste profje. Nou, niet in zijn eerste profjaar, maar in zijn eerste jaar als basisspeler bij een topclub. Die was bij City 54 keuze of zo. Hè. Ik bedoel, je hebt er een aantal spelers. En daarna kwam Cole Palmer. Had hij niet die Foden-route genomen uiteindelijk? Want Foden was er ook, dat ging er ook steeds meer. En dat had voor hem toch ook gekund? Ja, daar heeft Pep Guardiola wel iets over uitgelegd. Alleen, ja, er kan maar één speler de Foden-route nemen. Dat was Phil Foden. En je kunt niet 4 spelers de Foden-route laten lopen. Nee. Want ja, Foden is pas sinds dit seizoen de nummer 1 bij City. Hè. Die is nu de nummer 1 qua speelminuten. Omdat Guardiola ook al weet, ja, hij is nu zo ver in zijn ontwikkeling, zo beslissend, dat ik kies voor Phil Foden. En daarna voor de iets oudere Kevin De Bruyne. En Kevin De Bruyne is natuurlijk wel de man van de grote momenten en als het echt moet, bijzonder. Maar Cole Palmer, ja, waar had je hem dan moeten neerzetten? Want Bernardo Silva, die natuurlijk opviel in de Champions League vanwege de strafschop en daarom is uitgelachen, die kreeg na afloop van de halffinale FA Cup tegen Chelsea een knuffel van Guardiola. Want zie je, ik zei het toch, jij bent mijn belangrijkste man hier. En die moet ook spelen. Ja. Dus Cole Palmer had bij City waarschijnlijk wel indruk kunnen maken, maar wel vanaf de bank. En bij Chelsea is hij de belangrijkste man. Daar is alles omheen gebouwd nu. En dan is dit ook alleen maar goed, toch? Dat het dan. Maar ik vind het wel apart, hoor. Want ik bedoel, vanuit City naar Chelsea gaan en dan
Zijn statistieken zijn echt waanzinnig. En ik moet er van Pieter geloof ik bij zeggen, strafschoppen. Maar je kent Pieter, hè? Ja, die is streng. Die is heel streng, kritisch. En dat is perfect. Zeker. Helemaal top. Maar Cole Palmer, iemand die op deze manier... Bedoel, wij gaan het straks over Cody Gakpo hebben. Maar ik zou echt dromen van die statistiek als ik Cody Gakpo was. Wat Cole Palmer laat zien in de top. Dat je week in, week uit dan een keer 4 keer scoort. Dan 2 assists geeft. Dan weer 2 keer scoort. Gewoon week in, week uit. En dat je boven Haaland staat. Bij een club waar je vandaan komt, uit City. Je gaat naar Chelsea toe. Iedereen denkt, jeetje mina, wat moet Chelsea met Cole Palmer? Is toch 5e keus bij City? En dat die jongen dan... zodanig veel zelfvertrouwen heeft. En dat is ook wel mooi opvallend aan de jeugd van tegenwoordig. Tussen haakjes. Dat die jongens lijken wel echt op een hele goede manier scheid te hebben aan hiërarchie. En geef die bal maar mij. En dat kwam bij Chelsea wel een beetje verkeerd tot uiting vorige week. Met die penalty situatie. Dat ze erom gingen vechten. Maar Cole Palmer neemt de strafschoppen. En die moet je wel binnenschieten. Precies. Maar we hebben het over Declan Rice. Ja, we hadden het over Declan Rice en ik wilde het over... Ik heb het nu Cole Palmer benoemd en ik wilde hem nog meer namen benoemen. Phil Foden, nou, daar hebben we het ook over gehad. Maar Bukayo Saka, als je zijn statistieken ziet bij Arsenal... Goals en assists hoort hij bij de top van Europa. Grote 5 competities staat Saka in de top 5. Absoluut. Wie heb je dan nog meer? Bij Arsenal bedoel je voor Nou, de jonge gasten die je indruk maken. Jude Bellingham, niet te vergeten. Jude Bellingham is nu bij Real Madrid een soort 10. In La Liga, de statistieken die hij heeft, ongeëvenaard. Dus je moet Jude Bellingham, Cole Palmer, de beste in de Premier League. Jude Bellingham, de beste in La Liga. Die moet je al opstellen. Bukayo Saka, de beste man van Arsenal, moet je opstellen. Dan heb je dus al vier spelers die je moet opstellen. Dan heb je ook nog Harry Kane, die alle records aan het diggelen schiet bij Bayern München. Die moet je opstellen. Ja, maar dan win je niet de prijs. Maar Ollie Watkins, die staat ook in de top 5 van Europa, de grote 5 competities qua statistieken. Dat is de assistkoning van heel Europa. Ollie Watkins, moet je ook opstellen. Ja, maar jij zit zo, Ollie Watkins, die hebben we al zo vaak besproken in het elftal. We weten wat hij kan. Ja, maar die moet je dus ook opstellen. Ollie Watkins moet je opstellen. Dat kan niet anders. Dus welk systeem moet Gareth Southgate uit zijn hoofd goed gaan toveren? Ja, je kunt een systeem bedenken met Harry Maguire alleen achterin. En dat je dan tegen Jude Bellingham zegt, zorg jij ervoor, of tegen Declan Rice, dat we geen goals tegenkrijgen. Dat je gewoon met Declan Rice en Harry Maguire achterin gaat spelen. Ja. En de rest, de sterren van de Premier League en die andere grote competities. Zou dat kunnen? Nee. Dus jij stelt Jordan Henderson op? Nee, tuurlijk niet. Maar het is wel ingewikkeld, want je zult soms keus moeten maken. Ja, maar Cole Palmer zal natuurlijk niet beginnen. Phil Foden heeft zo de eerste rechten. En Bukayo Saka is een lievelingetje van Gareth Southgate. Die zal op rechts beginnen. Maar Jack Healy's hebben we niet over gehad. En dan ben jij een beetje fan van en terecht. Als Jack Healy's in topvorm is, hij heeft niet gedronken, heeft geen feest gehad. En hij is sober een week. Wel grappig roze, als je die doken hebt. Heb je die doken niet gezien? Trouwens? Nee, nog niet. Nee, nog steeds niet? Ja, ik heb een druk leven. Ja, nee, ik toch ook. Maar je moet momenten ervoor pakken. Ik heb een drukker leven. Ach, baas boven. Dat zeg ik nu, want jij zit echt dag en nacht te bellen. Klopt, ja. Dus jij hebt een drukker leven dan ik, maar ik doe meer. Nee, ik maak me meer druk. Misschien is dat het. Jij bent meer de ontspannenheid zelf, weet je wel. Bij jou komt alles gewoon... Weet je, de golden boy ben jij gewoon. Golden boy. Niet dan. Ben jij op zondag geboren, ja, hè? Nou, als je mijn verleden kent, kun je niet zeggen dat ik op zondag ben geboren. Oh. Maar dat is wel voor een later moment. Ik ben geen zondagskind. Zondagskinderen... Ik doe meer op dat je sommige mensen zijn getalenteerd, waardoor het ogenschijnlijk makkelijk lijkt wat ze zo al toekomt. Maar Klopt. Dat is in jouw geval niet zo. Je werkt ook hard, hè? Jij bent eigenlijk een werkend sierpaard. Nou, efficiënt werken is wat anders dan hard werken. Want hard werken is wel... Ja, ik kan gewoon veel doen in weinig tijd door het efficiënt in te richten en ook snel te denken. En dat is het meer, denk ik. Dus zo kom je dus ook heel snel tot een elftal. Ja. Zullen we Rice een cijfer geven? Want anders lopen we weer uit. Declan Rice, een 9. Een 9. Dan gaan we naar Goretzka. Ja. De man van Bayern München. Bayern München is op dreef. En ik wil eigenlijk maar één ding van jou weten. Mijn bescheiden mening is, ik denk dat ze echt kans maken. Heeft Bayern München kans tegen Real Madrid? Hoe goed Real Madrid ook is, maar ik vind Bayern wel steeds meer dat het echt een golende machine is. Vanuit de reactie, ze kunnen Real Madrid pijn op de plekken waar ze echt wel wat problemen hebben. Toch? Dus ik denk dat Bayern München de verrassing gaat worden in de Champions League. Ik wil dat een beetje stilhouden. Oh. Nou, omdat het toch in Nederland een soort van, niet een soort van, er bestaat een soort anti-Thomas Tuchel gevoel.
En dat snap ik wel, want Thomas Tuchel roept natuurlijk geen warme gevoelens op. Nee. Omdat hij eerst de omgang met Hakim Ziyech, dat werd niet gewaardeerd in Nederland. Ja, ook zijn gedrag langs de lijn niet. Gedrag langs de lijn in het algemeen, bij alle club waar hij gezeten heeft. Maar natuurlijk wel gewoon een hele goede trainer. Ik wou het zeggen. En je hebt natuurlijk ook te maken met spelersgroepen. En als jij trainer bent van Paris Saint-Germain en je hebt te maken met Mbappé en met Neymar. Ja, dat is voor elke trainer lastig. Dat is wel gebleken. Nu ook weer voor Luis Enrique, omgang met Mbappé. Maar hij heeft daar toch wel gewoon de finale gehaald van een Champions League. Met Chelsea heeft hij de Champions League gewonnen. Dat vergeten we gewoon eventjes. Op een moment. Frank Lampard was de trainer. Het ging niet zo goed. Hij komt daar binnen. Stabiliseert de boel. En ze spelen natuurlijk negatief voetbal. Werd een beetje gezegd vanuit Nederland. Hè? Want dan, als de finale van de Champions League wordt uitgezonden, dan mogen allerlei analisten hun mening geven. En ook mensen die nooit voetbal kijken of alleen Eredivisie volgen, die mogen dan iets zeggen. En die vinden dan negatief hoe ze voetballen. Maar ze hebben daar wel natuurlijk gewonnen van City in die finale. Absoluut. En Bayern München is zo'n ploeg. Iedereen is nu een beetje Real-fan. Ik ook, laat het vertellen. Ja, precies. Want het is gewoon een heerlijk elftal om naar te kijken. Het barst daarvan interessante jeugdspelers. En Jude Bellingham, dat heb je toch een gunfactor. Het helpt heel erg dat je bijvoorbeeld Messi en Barcelona, de gunfactor. Jude Bellingham en Real is echt een gunfactor. Vinicius van absolute buitencategorie. Ja, maar dat is puur op voetbal gericht. Maar Vinicius Junior is wel een gehate speler. Maar Jude Bellingham kun je niet haten. Want Jude Bellingham is dat is zo'n ongelofelijke ambassadeur van het voetbal. Ook buiten het veld. Dat is gewoon iemand die neemt. Daar krijgt Real Madrid veel meer goodwill door zo'n jongen. Waarom vertel ik dit? Ah, we hebben het over Bayern München kans maakt tegen Real Madrid. Ja, maken ze zeker kans tegen. Want Bayern München op dat soort avonden is een vervelende ploeg om tegen te spelen. Moet het een klein beetje meezitten. Maar ik vind Real wel. Real heeft wel periodes periodes van nu of 20. Dan gaan die jongens een beetje freewheelen, lijkt het wel. Een soort jazzband die een beetje de geest krijgt. En dat je daar dan als argeloze toeschouwer in zo'n bar zit, weet je wel. En je denkt, jezus, waar komt die waanzinnige muziek vandaan? En dat is dan dat jazzbandje dat daar in de hoek zat te spelen. Dat heeft Real ook soms met die jongens die gaan freewheelen. En dan is het gewoon niet te stoppen. Maar ze zijn ook op momenten kwetsbaar. Als Camavinga staat te slapen. Want Kroos is natuurlijk wel een geweldenaar aan de bal. Maar zonder bal, als hij niet goed staat, is het ook kwetsbaar. Rudiger. Daar zijn er meer van. Ook achterin. Ja, Rudiger is geweldig. In de duels met Haaland valt op. Omdat hij natuurlijk juicht na zo'n verregende actie. Dat hij bijna alle ballen die hij wegloos, die viert hij. En dat de camera vangt dan. En dat ziet er dan heel erg gepassioneerd uit. Dat is wel een interessant duel. Pak maar dat Kane gaat uitzakken. Wat gaat er dan gebeuren? Met lopende spelers gaat hij mee. En dan komen de lopende spelers. Blijft hij staan. Dan gaat Kane eruit. Dus ja, is de zone. Ik vind ook het middenveld. Het geheim van Real Madrid zit vaak ook in hoe het middenveld staat. Maar de andere kant. Ik vind Goretzka bij uitstek iemand die goed aan de bal is. Maar ook goed is in een tegenaanval killen. Nou, ja. Dat zul je echt. Dat zal heel belangrijk zijn tegen Real Madrid. Ja, dit wordt een interessant duel. En het kan voor Real Madrid wel eens een valkuilwedstrijd of twee wedstrijden worden. Maar Tuchel die heeft natuurlijk zijn afscheid aangekondigd. Daar is heel veel de aandacht naar uitgegaan. Maar er is natuurlijk bij Bayern München wel iets veranderd. En iets wezenlijks veranderd in het elftal. En dat is Kimmich. Die nu weer uitblinkt aan de rechterkant. Ja. En daar op een half veld nu moet doen wat hij eigenlijk op een heel veld deed. En ja, hij heeft natuurlijk wel nog steeds. Is hij nog steeds ontevreden? Ik denk dat Joshua Kimmich op een topprof is en dat hij nu ook wel ziet. Ah ja, de trainers kunnen ook wel gewoon gelijk hebben. Misschien ben ik inderdaad samen met Goretzka te kwetsbaar. Omdat ik iets te veel de neiging heb om naar voren te denken en achter me vergeet wat er aan de hand is. En daarom heeft Tuchel zich zo sterk gemaakt voor die verdedigende middenvelden van Fulham. En daarvoor voor Declan Rice. Ja, want hij zei, ik moet Kimmich koppelen aan zo'n jongen. Aan een Declan Rice type. Of aan die Palaninha. En nu staat die jonge jongen uit de eigen opleidingen. Pavlovic. Die iets meer de Kroosrol heeft. En heel jong is nog. En daardoor ook. Dat is ook wel een kwetsbare factor. Omdat hij nog zo jong is. En natuurlijk zijn fouten maakt. Maar daardoor heeft wel Goretzka weer iets meer de vrijheid. Om ook in de 16 te komen. En om iets meer veld. Iets meer meters te gaan maken. Dat is wel de grote kracht van Goretzka. Dat hij
heeft leren voetballen. Want het was eigenlijk een soort Donny van de Beek die in de 16 kwam. Maar die heeft wel dat type naast zich nodig. En Kimmich die was wel heel erg de spelmaker aan het uithangen. En dat kan niet geweldig hoor trouwens. Want Kimmich heeft ook in het centrum geweldige wedstrijden gespeeld. Zeker. Maar ook in de nationale ploeg. Nagelsmann, die natuurlijk daarvoor ook zijn trainer was. Heeft hem natuurlijk ook nu aan de zijkant gezet in de nationale ploeg. En dat heeft thuis dat ook geen windeieren gelegd, toch? Dat is ook, daar is het ook beter van geworden. Absoluut, absoluut. Wij moeten nog de hele aanval bespreken. Zullen we Goretzka een cijfer geven? Maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Hè, want ik zie in de verte een scherm staan. En in die switch soms van Jarno naar mij. En andersom. Ja. Dat is gewoon een computer die dit doet. Ja. Dus wij worden nu geregisseerd door AI. Heb ik je al gevraagd. Maar klopt. Er zit niemand achter de knoppen nu. Er zit niemand achter de knoppen. Dus wij kunnen eigenlijk ook gewoon urenlang doorgaan. Dat heeft niemand in de gaten. Wij zouden hier echt tot morgenochtend kunnen blijven zitten. En dan blijft hij regisseren. En strak, hè? Er zit geen schakelfout bij. Ja, ik vind het wel. Ja, want hij schakelt beter dan jij dat doet. Nou, ik heb vandaag maandag een foutloze uitzending geschakeld. Kan ik je wel vertellen. Er is geen bumper verkeerd weggezet. Oké, nou, ik wil je eigenlijk gewoon live in de uitzending. Nee, ik wil je gewoon live in de uitzending ontslaan. Maar dat kan dus niet. je kan het wel proberen. Okay. Maar is het toch een beetje de neiging bij jou? En dan ben ik er 2 weken niet in het elftal van de week. En dan worden er weer opmerkingen gemaakt waarvan ik zeg, daar herken ik me gewoon niet in. Oké. Wat voor opmerkingen? Het gaat iedere keer over Kim Holland. Maar dat is die fascinatie heb ik gewoon niet. Over Kim Holland gesproken. Want oudere vrouwen, maar niet Kim Holland. Maar dat was ik niet. Hè? Dat was Kaloem. Maar dat geeft niet. Ik vind ook, weet je, het is ook een beetje een kleedkamer. Een beetje dolletje. Hè? Ja. Elkaar een beetje in de maling nemen. Ja, ik moet zeggen, ik denk geen moment van de dag aan Kim Holland. Want ik vind... Ik ook niet. Ik vind Kim Holland... Ik moet niet te hard roepen, want voor je weet zit ze bij je op schoot. Maar ik vind Kim Holland... Ja, ik kan daar niet zoveel mee. Ik denk toch... Kim Holland is een beetje plastic, toch? Ik heb het idee dat we er... Of is Kim Holland puur natuur? Dat weet ik niet. Maar ik zie ook niet echt een kans om er aan tafel aan te laten schuiven. Om te kijken van, joh, of we het over bepaalde zaken van binnen het voetbal kunnen hebben. Dus ik probeer ook een beetje de relatie met onze talkshows te maken. Jij weet toch dat Kim Holland een enorme voetbalfan is? Dat weet jij toch of niet? Maar kan zij ook de diepte in? Ja, zij kan, nou, maar zij kan het voetbal echt heel goed duiden. Zij heeft echt een goede kijk op voetbal. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is iets dan. Ja. Misschien tijdens... We gaan trouwens tijdens EK gaan we heel veel live. Rondom Oranje gaan we sowieso live. Maar we gaan ook de andere landen uitgebreid bespreken. Misschien kunnen we er een keer uitnodigen aan tafel. Wat zou dan de ideale tafel zijn? Jij, Kim Holland en? Kenneth Perez? Ja, dat is een toptafel. Toch of niet? En dan Sjoerd Keijzer als presentator. Kenneth Perez. Daarna de uncensored beelden, hè? De 18-plus beelden. ja, klopt. We moeten dan ook verhaken voor de Meiden van Holland duur leveren. Ja. Maar goed, zijn we voor... ja, dat klopt. Dat heb jij goed gezegd, ja. Dan moeten we ook content leveren voor de Meiden van Holland. Ja, je moet uitwisselen. Ja. Wat is het de vraag? Cijfer. Voor? Goretzka. Een 9. Oké, dan gaan we naar Aspas. Echte spitse goals. Ja. Ja, even kort. Celta de Vigo, degradatieproblemen. Elk jaar hetzelfde verhaal. Er staat altijd 1 speler op. Iago Aspas. Strand Larsen, nummer 9, doet het geweldig daarbij. Celta de Vigo ontwikkelt ze goed. Absoluut. Maar als de alarmbellen afgaan en het Primera Division bestaan van Celta de Vigo staat op het spel, dan staat hij op als brandweerman. En dat is wel mooi om te zien. Nu ook weer 2 goals en assists. 4-1 winnen van Las Palmas. En hij kan volgend jaar weer een jaar mee in de Primera Division. En ik kreeg vanuit mijn spionnenleger een nadrukkelijke verzoek om hem op te stellen als een soort van eerbetoon aan opnieuw een jaar belangrijk zijn voor deze ploeg. 36 jaar, hè? Niet te vergeten. Waanzinnig. Cijfer. Ja. Een 9. Een 9. Gaan we naar Cody Gakpo. Want die staat ook in jouw elftal. Ik moest wel... Dat van, nou, gaat hij voor Gakpo? Gaat hij voor Gravenberg? Maar ik moet zeggen, Gakpo... Ik heb op Wijscout eigenlijk al zijn acties teruggekeken. Ja. Ik vond hem heel goed in zijn dribbles. Ja. Continu gevaar. Maar ik vond hem vooral goed tussen de linies. Hij was steeds aanspeelbaar in die linkerzone. Ja, dat vond ik ook. En ik heb hem ook geselecteerd omdat ik ook... we hebben natuurlijk tussenrapportages van spelers, zo noem ik dat dan. Even kijken hoe het er met de speler voor staat. En Cody... Jij zegt altijd koning Gakpo, heb ik het idee. Nee, Cody. Oh. Maar die is natuurlijk bij Liverpool en die krijgt soms stekelijke vragen over zijn situatie. Van ja, is het nou wel of geen basisspeler? Want Luis Diaz is eigenlijk de linksbuiten. Salah is de rechtsbuiten. En Núñez is de spits of Jota. Wat is zijn status nou precies? En hoe ontwikkelt hij zich nou in de Premier League? En hij speelde nu aan de linkerkant. En ja, hij is vaak ook op
ja, in het centrum gestaan op de spitspositie. En dan kun je te zeggen, is hij 9 of ook als 8,5 vaak gespeeld. Hè, de Kai Havertz rol een beetje, die Havertz vertolkt. Maar ik denk wel dat het voor hem lekker is als hij vanuit de linkerkant, linkerzone kan spelen. En het had ook een goede connectie met Robertson. Ja, en Robertson die er overheen kwam en dan kan hij naar de binnenkant toe. Want hij is natuurlijk wel slim in zijn manier van bewegen. Wat jij tussen de linies zich aan speelbaar maken, is hij goed in. Maar ook ruimte maken voor een ander, is hij ook slim in zonder bal. En waar we het net over hebben gehad, over bewegen, zoals Declan Rice dat doet. Dus hij ziet het allemaal wel. En wat ik me een beetje zorgen over maakte bij Cody Gakpo, was de intensiteit in het spel. Dat vond ik een beetje, dat ontbrak er een beetje aan, vond ik persoonlijk. Denk, hey, joh, dat is eigenlijk moet je hier net even wat feller op zo'n bal zitten. En ik vond wel, ook daarin, zonder bal, de momenten van druk zetten, vond ik hem ook in opvallen. Dat is ook wel belangrijk bij Jurgen Klopp, dat je dat in je spel hebt zitten. En Luis Diaz speelde nu aan de rechterkant, omdat Salah op de bank zat. Maar ik vond dat hij nu aan de linkerkant echt een hele goede wedstrijd speelde. Ik vind hem geen centrumspits. En ook geen valse centrumspits. En ook geen 8,5. Nou, hij moet eigenlijk. Toch heb ik daar wel een tijdje gedacht. Omdat hij natuurlijk bij onder Van Gaal in Oranje ook een centrale rol had. Deed hij dat ook goed. Maar je zag nu, ik denk dat hier wat vrijer is. Het is wat duidelijker wat je startpunt is en wat je wel en niet kan doen. En hij is zodanig slim dat hij wel zijn ruimtes kan vinden en zoeken. Zeker als Robertson opkomt. En dat hij dan aan de binnenkant aanspeelbaar wordt voor middenvelders van Liverpool. Maar dat hij ook de aansluiting kan maken in de 16 als extra spits. Hey, de AI die meldt zich nu. Maar ja, dus ik denk dat hij aan de linkerkant. Dat denk ik ook. Dat hij daar het best tot zijn recht komt in dit elftal. Omdat hij dan het meest duidelijk is wat er gedaan moet worden. En dat hij dan vanuit die rol wel kan zoeken naar ruimtes elders op het veld. Ja, helemaal eens. Dus, wat krijgt hij voor zijn optreden tegen Fulham? Een 8,5. 8,5. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. En dat is Bradley Barcola. Ja. Heb ik jou heel positief over horen praten met Pieter van de week. Ja, tactiek op vrijdag hadden we eigenlijk de zaken die we in de gaten moeten houden. Laat maar zeggen, bij de vier overgebleven clubs in de Champions League. En wat hij wel toevoegt, en dat zie je ook nu weer duidelijk terug. Op het moment dat hij in de aanval speelt, dan heb je sowieso al veel meer beweging zonder bal. Dus er gebeurt er eigenlijk meer zonder bal, waardoor er elders ruimtes ontstaan. En Dembele en Mbappé bewegen eigenlijk structureel naar de bal toe. Dus voor de afwisseling is dit helemaal niet zo verkeerd. En dat zag je ook dit keer tegen Lyon weer. Ja zeker. En hij was natuurlijk betrokken bij de 1-0 en de 2-0 in deze wedstrijd tegen Lyon. Hij speelde op de linkerkant, waar Mbappé ook wil spelen. Alleen Luis Enrique heeft al vanaf oktober, november gezegd, Mbappé op die linkerkant, ik verwacht meer van hem. En hij verwacht eigenlijk alles van Mbappé wat Barcola uitvoert. Bradley Barcola, een van zijn sterke punten, was ook al bij zijn vorige club Lyon, is ja, die meters die hij kan maken. Intensiteit in zijn spel. En ze dribbel verwogen, want hij kan ook gewoon heel makkelijk een mannetje passeren. Hè, op vrij, vrij korte ruimtes, of kleine ruimtes. Maar interessante speler die bij Paris Saint-Germain, zijn ontwikkeling aan de linkerkant, die verbaast mij wel een klein beetje. Omdat ik deze progressie niet had zien aankomen. Maar hij ontwikkelt zich nu zo goed. En Kingsley Coman is natuurlijk weggevallen voor het EK. Dat je niet vreemd moet opkijken als hij meegaat met Frankrijk naar het EK toe. En dan een soort van reserve Mbappé wordt aan de linkerkant. Want, ja, precies. Want Mbappé speelt gewoon aan de linkerkant. Ja, in de nationale ploeg. Daar is alles voor hem ingericht. En dat is bij PSV gewoon minder. Dat is minder, ja, inderdaad. En het is ook zo dat Mbappé weggaat. En dat Luis Enrique dat aan het managen is. Mbappé speelde nu niet. En dan blijkt dat zonder Mbappé dat ook andere jongens kunnen uitblinken. En Barcola is daar een voorbeeld van. Cancelo Ramos was daar een voorbeeld van. Maar er is wel toekomst voor dit elftal zonder Mbappé. Is gebleken dit seizoen met Mbappé. Want als hij niet speelt, dat Paris Saint-Germain prima doet. En die competitie is natuurlijk voor Paris Saint-Germain niet echt het hoofd. Thema. Ze worden kampioen. En dat weten we al vanaf januari ongeveer. Absoluut. Ze pakken de beker. En ze hebben ook al een prijs gepakt. Ze kunnen 4 prijzen winnen. In het eerste jaar van Luis Enrique als trainer. Terwijl het een overgangsjaar is. Met heel veel jonge jongens. Dat is wel knap. Dan helpt het wel dat zo'n Bradley Barcola zich heel snel ontwikkelt. En perfect past bij de plannen en ideeën van Luis Enrique. Dus ja, dat is wel leuk om te zien. Mooie speler, Barcola. Zullen we hem een cijfer geven? Een 9. Meestal zit er een thema in jouw elftal. Ongetwijfeld zit dat er nu ook. Ja. Kun je toelichten wat het thema dit keer is? Nou, een klein beetje EK.
in aanloop naar het EK. Ik bedoel Cody Gakpo, Barcola, Eberechi Eze. Over Engeland gesproken en spelers gesproken. Die jongen is natuurlijk nu fit, speelt bij Crystal Palace. En die speelt nu een geweldige wedstrijd. Als hij dit nog 4-5 wedstrijden laat zien, moet hij dan mee naar het EK? Is hij zo goed? Zou hij bij het Nederlands elftal een plek hebben in de selectie, Eberechi Eze? Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Ja, dat is toch wel. Die Engelsen hebben wel een ongelooflijke karrevracht aan talenten. Dat is niet normaal meer. Kun je eigenlijk niet ermee verliezen. Maar Ivan Toney hebben we nog niet over gehad. Ivan Toney. Geweldige spits. Ben ik altijd fan van geweest. Ja. Altijd. Nee, maar dat is ook een jongen die 80, 90 miljoen euro waard is. En die heeft een salaris geëist. Heb je het gelezen? Nee. 250.000 euro per week. Voor de club die hem wil vastleggen. Minstens. Oh. Ja. Jij zou het voor de helft doen, hè? Bij Manchester United? Ja. Nou, voor geen goud. Nee, ik kan ook 250.000 euro eisen. Dat kun je gewoon eisen tegenwoordig. Zeggen clubs gewoon ja. Duidelijk. Sully, mag ik jou bedanken? Ja. Top. Jongens, dit was het elftal van de week. En zoals iedere week, volgende week dinsdag, zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi.